Nominated for the Investment of the Year trophy is Danone. Danone is een wereldwijd voedingsbedrijf en de missie van ons bedrijf is gezondheid brengen via voeding voor zoveel mogelijk mensen. Every day, 5.5 million bottles of Actimel leave the production site in Rotselaar near Leuven, of which 95% are exported. In 2014, the production capacity was increased by further diversification. In 2014-2015 investeren wij 13,5 miljoen euro extra in de uitbreiding van onze capaciteit van drinkyoghurt naar lepelbare roeryoghurt. De productie en de productiecapaciteit in Rotselaar zal toenemen met om en bij de 40%. Het is ook belangrijk om te vermelden dat die investering niet op zich staat. Over de voorbije 12 jaar werd er namelijk al zo'n 100 miljoen euro geïnvesteerd in verschillende producten en in de nieuwe technologieën in de fabriek in Rotselaar. Door te investeren in een moderne fabriek, door te investeren in onze mensen en op een autonome manier te werken, slagen wij er toch in van competitief te zijn in Europa. Danone is rewarded with a nomination for the Foreign Investment Trophy. De nominatie voor de Foreign Investment Trophy werd met enorm veel fierheid en trots intern onthaald. Dit is een belangrijke erkenning voor de teams van Rotselaar voor de jarenlange investeringsvisie die we hebben voor de fabriek. Will we be drinking to Danone's trophy win? Vote now for your favorite nominee.